In mei 1940 wordt België op minder dan 30 jaar tijd voor een tweede keer bezet door Duitsland. Duitsland en Hitler, die daar aan de macht was gekomen in 1933, had er nooit een geheim van gemaakt, wilde eigenlijk revanche nemen voor de Eerste Wereldoorlog. België wordt opnieuw eigenlijk bezet met de bedoeling het land op termijn aan te hechten bij Duitsland. Maar de bezetting in de Tweede Wereldoorlog was ook meer dan de Eerste Wereldoorlog een politieke bezetting. Want die bezetter wilde ook echt een nieuw soort regime vestigen. Een nieuwe nationaal-socialistische orde. In het bezette land zijn er groepen die daaraan willen meewerken. Dat zijn dan de collaborateurs. Maar er zijn ook Belgen die zich daartegen verzetten. Ik ben Leo Verholen, zoon van oorlogsagent Petrus Verholen, beiden lid van het voormalig politiekorps van Deurne. Ik ben Benny Michiels, kleinzoon van Jos Veerman, oorlogsagent en kopstuk van het verzet in Deurne. Ik ben Hugo Mertens, zoon van Guillaume Mertens, politieagent te Deurne, achtergebleven in het concentratiekamp Grosrozen. De nieuwe orde die zich in België vestigde als gevolg van die Duitse bezetting, dat was een in de eerste plaats racistische nieuwe orde. Het nationaalsocialisme, de ideologie van Hitler, de ideologie van Nazi-Duitsland, was een ideologie die mensen opdeelde in verschillende rassen, goede en slechte. Het slechte ras, het allerslechtste ras, dat waren de Joden. De Joden werden door de Duitsers beschouwd als hun ongeluk, al wat misliep in de samenleving, was de schuld van de Joden. Dat ging terug op een eeuwenoud antisemitisme. Maar het nationaalsocialisme ging daar ook een soort biologisch element aan vastknopen. Het was echt het ras, het Joodse ras zelf, dat een gevaar vormde. En dat gevaar moest dus bestreden worden. En aanvankelijk deed men dat door Joden eigenlijk letterlijk weg te pesten uit Duitsland. Maar als dan Duitsland het grootste deel van Europa ging bezetten, zat men natuurlijk met een exponentieel gegroeide Joodse populatie. In al die landen die men bezet had, zaten er natuurlijk ook Joden. En dus ging men dat uitdrijven, evolueerde langzaam maar zeker in het begin van de oorlog tot het echt ombrengen van Joden. Ombrengen in Oost-Europa waar zij woonden. In de Joodse nederzettingen werden mensen gewoon ter plaatse afgeslacht door mobiele moordcommando's. In West-Europa was het meestal het eerst registreren van Joden, bijvoorbeeld met een Jodenster, en duidelijk identificeren, hen samendrijven in plaatsen waar zij verplicht werden te wonen. In België waren dat er 4, Luik, Charleroi, Brussel en vooral ook Antwerpen, wat natuurlijk van oudsher een Joodse bevolking had. Joden moesten zich in Antwerpen vestigen. En dan ging men die Joden het bevel geven om zogenaamd te gaan werken in het oosten. Zij moesten zich aanmelden bij wat vandaag de Dossijnkazerne is en wat toen het verzamelpunt was waar de Belgische Joden zich moesten komen aanmelden om, dat weten wij vandaag, dat wisten die Joden toen niet en wisten zeer weinig mensen, op transport gesteld te worden naar het vernietigingskamp Auschwitz waar zij in gaskamers werden omgebracht. Nu, in heel die vreselijke geschiedenis, dramatische geschiedenis, heeft ook de Antwerpse politie een rol gespeeld en geen al te fraaie rol gespeeld. Er was een RAFO gepland in Antwerpen en dat is dus mislukt doordat bijvoorbeeld Antwerpse politieagenten, de Joden zijn gaan verwittigen, soms tegen betaling. Het gevolg was natuurlijk dat de bezetter razend was op de Antwerpse politie. Daarom hebben zij het bevel gegeven dat de Antwerpse politie op 28 augustus op eigen houtje, dus zonder hulp van de Duitse politie, zelf 1000 Joden moest gaan oppakken. Waarvan wie dus ook 134 in Deurne. De Deurnense politie heeft dat dus ook moeten doen. Dus de Joden worden samengebracht, zij te voet, het zijn met vrachtwagens in de Cinema Plaza op de Galvenplein. De bevolking van Deurne was niet gedingd, ging voor de cinema staan, wouden we dat niet.
En de zindere boven die is deze zo uit de cinema gekomen en die hebben geschoten boven de hoofden van de bevolking. En daar zijn de mensen op zagen, omdat die repitalsen van die mannen kennende. In andere delen van Antwerpen, in het Jodenkwartier onder meer, hebben Antwerpse politiemensen werkelijk de deuren ingestampt en mensen uit hun huizen gesleurd. Dat is in Deurne niet gebeurd. Bovendien, dat blijkt ook uit verslagen, heeft men in de Cinema Plaza, waar dus de Joden moesten verzameld worden, die Deurnes Joden moesten daar bijeen gebracht worden, heeft men ook de achterdeuren opengelaten zodat een aantal Joden minstens de kans hebben gekregen om te vluchten. Het was langs voor binnen en langs achter terug buiten. Want wat deden ze? De poorten van de cinema gingen open, maar van achter gingen de ramen en de deuren van het toilet ook open en de mensen konden langs daar terug weg. Het probleem was dat je dan terechtkwam in de ovingen van de woningen van de Leeuwenlandstraat en dus terechtkwam in huizen van wildvreemde mensen. Dus paniek tot en met. Langs de andere kant ook een geluk voor toch wel verschillende Joden. In een van die huizen, nummer 149, waarvan de tuin tegen de cinema achterkant tegenkwam, was Albert Spitaals. Dus liet de mensen bij hem binnen, door zijn woning, de Leeuwenlandstraat in. En de Leeuwenlandstraat was toen nog niet volledig bebouwd. Braakliggende gronden, waar men zich vooral 's nachts goed kon wegstoppen. Dan werden de mensen begeleid naar het Rivierenhof Park. En met medeweten van de portier, die toen woonde in de woning van de huisbewaarder eigenlijk van het park. Ook de parkwachter, die betrokken was daar, werden die Joden weggestopt boven de stallingen in het Rivierenhof Park. Maar feit blijft natuurlijk dat 134 Joden door de Deurnense politie zijn opgepakt, overgeleverd aan de Duitse politie, overgebracht naar Dossin en, zoals wij vandaag weten, van Dossin weggevoerd naar Auschwitz, waar zij vrijwel allemaal zijn omgekomen in gaskamers. Er werd door de vader van agent Jos Torfs, Louis Torfs, bediende op het gemeentehuis in Deurne, werden blanco identiteitskaarten gestolen en die werden echt vervalst, nagemaakt en de stempels die ze nodig hadden, werden gesneden uit aardappelen, rapen of wortelen. En daar werden dus de valse identiteitsbewijzen van gemaakt voor mensen die dus via zo'n ontsnappingsroute weg moesten. In de volksmond wordt verzet en collaboratie verbonden met twee kleuren, wit en zwart, twee tegengestelden. Het verzet, dat zijn de witten. En de collaborateurs, dat zijn de zwarten. De zwart is de kleur van het fascisme, de kleur van het nationaalsocialisme. Heel veel collaborerende organisaties droegen ook letterlijk zwarte uniformen. De meehelders met de bezetter, de collaborateurs, de insurgenten, noemen het als u het wilt. In de zomer van 1940, als Duitsland de oorlog gaat winnen, dat denken althans zeer velen op dat moment, zijn nogal wat mensen geneigd om zich verregaand aan te passen. Veel gemeentepersoneel op het gemeentehuis koos bijvoorbeeld voor lid te worden van een Duitse vereniging. Hetzelfde probleem bij de brandweer, het gemeentepersoneel doorheen, de politiediensten niet te vergeten, het lerarenkorps te Deurne, bijzonder veel Duitse aanhang. Maar dan heb je de witte brigade, de witte, zoals de mensen zeiden onder de bevolking, jij zijn zwarte en jij zijn witte. De Witte Brigade, de organisatie van Marcel Louet, heeft zich bezighouden met sabotageacties, zij het met weinig geweld. Ze hebben inlichtingenwerk gedaan, ze hebben mensen helpen onderduiken en helpen vluchten. En ze hadden een sluikkrant, steeds verenigd Unie Toujours. De drukker was begrafenisse Keulemans, hè, vader Keulemans. Die maakte dus de stencils en de teksten. Dat is clandestien in het geheim kranten maken en verspreiden met de bedoeling de bevolking inlichtingen te verschaffen tegen de bezetter, de bevolking op te zetten tegen de bezetter. Uiteraard zijn dat geen kranten die je gewoon in de krantenkiosk kon kopen. Het zijn geheime dingen die ondergronds werden verspreid en het zijn ook vaak krantjes die maar uit een paar vellen papier bestonden. Hij gebruikte hetzelfde machine, drukpers, waar hij zijn doelsbrieven mee drukte.
En dat viel dus niet op. Hè. Tijdens het drukken van een overlijdensbericht maakte hij ook die andere teksten voor Steeds Verenigd. Dan. Steeds Verenigd was één van de 700 clandestine kranten die in België tijdens de bezetting verscheen. Een tachtigtal nummers tussen 1941 en 1944 met een maximale oplage van 3000 stuks. Clandestine pers werd in het geheim doorgegeven aan elkaar en ook wel eens zelden achtergelaten op een openbare plek, dat mensen dat konden vinden om dan eventueel zelf ook door te geven. Wat kon je in Steeds Verenigd lezen? Ja, natuurlijk Belgisch patriotische artikels, de mensen hard onder de riem steken, maar ook uitvallen naar zwarten. Men ging bijvoorbeeld lijsten van zwarten publiceren om die mensen natuurlijk in het openbaar, enfin, via die sluikpers dan te schande te maken en ook voor een stuk angst in te boezemen, angst aan te jagen door te zeggen van kijk, wij kennen u, wij zullen u weten te vinden. En er worden te Deurne verschillende wapenopslagplaatsen aangelegd. En een van de opslagplaatsen bekend is de Drie Torenkes. Welke Deurnenaar kent dat gebouw niet, op de Lankbosslaan. Een andere bekende plaats is het gemeentehuis van Deurne, het politiecommissariaat zelfs. Dan de twee andere gekende plaatsen in het Rivierenhof Park. Nu moet je goed weten, het kasteel van het Rivierenhof werd bezet door de Duitse officieren. En een van de wapenopslagplaatsen was dus het wc'ke, het lokaaltje van de wc's, die er schuin tegenover stonden, waar nu de groenvoorziening zit. Dus in de nolput zelf, de overloop in de waterput, daar bovenaan, daar staken de wapens weg. Dus men bracht de wapens met een triporteur, dat is een soort bakfiets, zouden ze nu zeggen. S'avonds, als het donker was, reed men met die bakfiets voorbij het bordes, waar dan dikwijls de Duitse officieren een sigaretje kwamen roken. En verstopte dus daar de wapens in dat wc-lokaal daar. Dan gaat het over naar sabotagedaden. Sabotagedaden bijvoorbeeld aan de telefoonleidingen gelegd door de bezitter. En vooral de wijk, de Brembuurt, dus in de omgeving van het huidige Antwerpen voetbalstadion. Omdat daar de bunkers stonden en ook het afweergeschut. Hoe deze dan, dat dat zo weinig mogelijk zou opvallen, dat was dus in zo'n nijptank een naaldje steken van een grammofoonplaat. Die naaldjes van de platendraaiers van destijds? Dat zijn die twee bekken van die tang. Hier zat dan die draad tussen en dan dat naaldje werd zo in die draad geprikt. Dat was dus niet zichtbaar, want hij werd erin geprikt en de telefoonlijnen van de Duitsers waren beschadigd. Zo werd dat gedaan. Maar belangrijk is dat het overgrote deel van de bevolking, zeg maar 95% van de mensen, niet wit, niet zwart is, maar in een grijze tussenzone is. Zij collaboreren niet, zij gaan niet echt in verzet, maar zij gaan zich aanpassen aan de bezettingsomstandigheden, proberen die bezetting zo goed en zo kwaad mogelijk door te geraken. En er zijn bepaalde instanties, groepen in de maatschappij voor wie die tussenzone allerminst evident is. Bijvoorbeeld politie. Want die bezetter komt hier om een nieuwe orde te vestigen. Dus ja, ordehandhaving in het kader van zo'n nieuwe orde, wat moeten we ons daarbij voorstellen? En mensen die verzet plegen tijdens de bezetting en dus eigenlijk goede vaderlanders zijn, die doen dat vaak met geweld. En dat is precies waar politie ook normaal tegen moet optreden. Dus hoe ga je daarmee om? Dat is zeer complex. Het Belgische verzet werd uiteraard bestreden door de bezetter. De militairen hadden hun eigen politiedienst die ze inzetten tegen verzetsmensen. Maar die kwam manschappen tekort en daarom opereerde al vrij vroeg ook de SIPO-SD, dat is een afkorting, staat voor Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienst. Nu, de Duitse politie wordt geleid door Heinrich Himmler. En Heinrich Himmler is een van de grote bonzen van het Nazi-regime en is ook de chef van de SS. De SS, dat is de organisatie die binnen het Nazi-rijk ervoor zorgt dat de zuivere nationaal-socialistische leer beleden wordt, maar ook uitgevoerd wordt. De SS is onder meer verantwoordelijk voor het uitroeien van de Joden, concentratiekampen, vernietigingskampen. En die Heinrich Himmler, die chef van die SS, is ook hoofd van de Duitse politie. Dat betekent dus dat de SIPO-SD,
een zeer radicale politiedienst is, die op een zeer radicale manier het verzet ook tracht te bestrijden als een van de vele vijanden van het Derde Rijk. De SIPO-SD vestigt zich dus in België. In alle grote steden heb je SIPO-SD-afdelingen, ook in Antwerpen. De Sicherheidspolizei, genoemd de SIPO, die waren heel erg achter het zoeken achter Marcel de Wet, leider van de Witte Brigade Fidelio. En men had dus een tip gekregen dat hij die zou schuilhouden bij de paters in Westmal. Onder leiding van dus hier de Sicherheidspolizei gaat men dus naar Westmal. Maar Marcel de Wet is daar niet meer. En ze dienen onverricht ter zake terug te keren. Nu, de grote frustratie van de Sicherheidspolizei is, ja, we zijn uitgerukt met heel ons hebben en houden. Men vindt daar niks en toch moeten we het hebben. In de Antwerpse SIPO-SD-afdeling heb je een zekere Herman Veit. Herman Veit is een politieman die al in 1922 deel uitmaakt van de Duitse politie, dus lang voordat Hitler aan de macht komt, maar die in de naziperiode zijn kans schoon ziet om verder carrière te maken bij die Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienst, in de volksmond ook wel Gestapo genoemd. Hij is eigenlijk een man die carrière maakt bij de Gestapo. En zijn taak binnen het Antwerpse Gestapo-kwartier is om het nationalistische verzet te bestrijden. Daarmee wordt bedoeld het Belgisch-patriotische, Belgisch-nationalistische verzet te bestrijden. En zo is Herman Veit de man die zich bezighoudt met de Witte Brigade en die de belangrijkste pion is in het bestrijden en gedeeltelijk oprollen van de Witte Brigade, ook het arresteren van Marcel Louwet. Spitaal is de man die nou wordt aangehouden in 14 januari, 's middags in Westmal. Is met zijn fiets op weg eigenlijk naar de Westmallen, naar de trappisten, met het gedacht van daar Marcel Louwet te treffen. Maar die was daar niet. En die man, Albert Spitaal, die heeft pech in het terugkomen, passeert in de wagen van de Sicherheidspolizei, met Veit aanwezig in de wagen. En die herkent Spitaal als zijnde politieagent te Deurne. En die doet die stoppen en die is onmiddellijk meegenomen naar de SIPO-kantoor. En onmiddellijk verhoord en zelfs meteen gemarteld. In de vooravond van diezelfde dag worden aangehouden André Hermans en Jos Veerman, meteen onderroerd op de gekende manieren, hè, met de lode buizen gevuld met zand, afgeslagen, de elektrische draad, draden om de genitaliën en zo verder. Meteen om de mensen te doen praten. En dan is die bal aan het rollen begonnen, en dan eerst draaien, en dan vier, en dan... En dan... In de nacht van 14 op 15 januari worden er 66 agenten, zij op dienst, zij thuis, opgepakt en meteen overgebracht naar de Begijnenstraat, de gevangenis. Je kunt je voorstellen wat een organisatie dat dan moet geweest zijn, dat je 66 man oppakt. Pakt van die 66 dat er misschien 15 van dienst waren op het commissariaat, op het gemeentehuis. Maar de rest was thuis. En die aanhoudingen, als je dat verloop ziet, want dat verslag heb je ook van de Sicherheitspolizei, dat zit zo tussen 1 uur 's nachts en 4, 5 uur in de morgen. Meer niet. Zijn die allemaal opgepakt. Toen die in tijd, want mijn vader zei ook, dat was geen ene soldaat te zien. Geen ene, dat waren allemaal mannen in burger. Dus de Sicherheitspolizei, de Gestapo. De rechtste is eigenlijk... bij de aanhouding van politie en dingen, dat waren we kennen allemaal, dat waren maar een paar Duitse dingen, SS of dingen, maar de grote ook waren allemaal Vlamingen. Hè. De rest van het korps wordt dan diezelfde dag allemaal aangehouden. Eén kon gaan lopen, dat is Jos Torfs. Dat was de echte idealist, een hele goede politieagent. Maar die en het was zo en niet anders. En die deden veel. Die heeft de chance gehad. Die was de dag dat ze een politie hebben aangehaald. Die was samen met die Vital Klaas op ronde.
komen die aan en die zien die auto's staan. En Vital Klaas kon niet meer weg. En Jos Storrs had nog de kans om zijn cape dat die mannen droegen. Die heeft hij losgelaten en over een van die Duitsers zijn hoofd gegooid. En die is de Hertstraat ingelopen, naast het gemeentehuis. Park in, ter Veenhof, die kennen daar de weg van buiten. En dan is hij toch bij zijn vader gerukt. En die heeft hem dan, is hem even daar geweest. En dan is hij naar Luiven opgetrokken. Hè, op de vlucht eigenlijk. Hè. En daar heeft hij heel de tijd in de nulling in dat nonnenklooster gezeten. Hè. Het punt blijft dat niemand, ook van diegenen die dat allemaal hebben overleefd, gedacht hadden, een volledig korps, dat wordt toch niet aangehouden, dat pak je toch niet op. En feit heeft dat dus wel genomen. Verzetsmensen die werden opgepakt door de bezetter, dus door Duitse politiediensten, verdwenen in eerste instantie meestal in de Duitse afdeling van een Belgische gevangenis. Elke Belgische gevangenis had een Duitse afdeling, dat was ook het geval in de Antwerpse gevangenis van de Begijnenstraat. Het enige dat we er nog wel van weten van ons vader, en je hebt twee breven in huis geschreven. En die hebben we eerst gevonden of eerst kunnen lezen als ons moeder overleden is. Dat dossier. Mertens Willem, 28-12-1906, cel 136, konto 590, Begijnenstraat 42, Antwerpen. Liefste vrouw en kinderen, familieleden en kennissen, met deze laat ik u weten dat ik nog steeds goed gezond ben. Ik ben wel wat afgevallen en wat bleker geworden, maar dat is niet zo erg. Ik ben nog steeds gezond en dat is het voornaamste. Ik hoop dat het met u allen nog steeds goed is. En bijzonder met u en de kinderen, Jan. Lieveling, ik vraag u en aan de kinderen nogmaals vergiffenis voor het leed dat u door mij werd aangedaan. Ik heb gespeeld en verloren en zal daarvoor boeten. Maar dat die boete zo hard zou zijn, heb ik me toch niet kunnen voorstellen. Wanneer je deze regelen leest, Jan, ween dan niet, maar bid dan een klein ogenblikje voor hem die u in ongeluk heeft gestort. En omhels de kinderen en denk dan maar dat ik bij u ben. Nu gedane zaken nemen geen keer. De zaak waarvoor ik moet boeten is niet erg. Alles zal misschien nog beter verlopen dan ik kan verhopen. En volgens de woorden van de eerwaarde almoezenier is het misschien nog voor mij een geluk dat ik hier ben. Nu met Gods hulp en uw gebeden hoop ik zo haast mogelijk bij u allen terug te zijn. Na lijden komt verblijden. Nu, lieve kindertjes, een woordje tot u. Wees braaf en luister goed naar moeder. En leer goed en bid vooral veel voor mij. Hugo is nog wel te klein, maar Lode, Jan en Maria moeten maar in zijn plaats er maar een schepje bij doen. Nu, kindertjes, tot later. Vader komt ook wel eens terug. Vergiffenis. Getekend Guillaume Mertens. En I en B van ons moeder, de Begijnenstraat, maar die is teruggekomen. Dan was ze weg, zo gezegd. Dan was ze al weg. Dan was ze gewoon op transport naar Sint-Gilles. En ik had nooit meer gezien. Maar de bezetter had ook eigen gevangenisinstellingen. En de meeste beruchte gevangenisinstelling in België was ongetwijfeld het fort van Breendonk, wat een concentratiekamp was, geleid door de SIPO-SD. Het was eigenlijk een SS-gevangenis. En het is ook niet verbazend natuurlijk dat daar de meest gevaarlijke verzetsmensen naartoe werden gevoerd. Met de bedoeling hen daar in een regime te brengen dat van die aard was dat men inlichtingen uit hen wilde krijgen. Er werd gefolterd, er werd geslagen, er werd zelfs gemoord. In Breendonk werden overigens ook heel wat verzetsmensen geëxecuteerd. Meer dan 100 verzetsmensen zijn er neergeschoten, een aantal zijn er opgehangen. Er zijn ook een aantal mensen gewoon door de bewakers, dat waren Duitsers, maar ook Vlaamse leden van de SIPO-SD, simpelweg doodgeslagen.
Breendonk was nogthans gewoon een doorgangskamp. Het was een kamp met de bedoeling die gevangenen verder te voeren naar Duitsland. Ze worden dan overgebracht op 29 februari 1944 naar het kamp van Breendonk. Die in Breendonk hebben gezeten, dat is de Ermans, de Veerman en Spitaals. Wie komt men daar dan tegen? Een van de bewakers van het kamp van Breendonk is een zekere Weiss. En Weiss die woonde hier in Deurne. Was ze bij Vlomsen in Zesland, zo zeggen? De bel van het fort van Breendonk. Samen met de bot. Vreselijk eigenlijk. Hè. Omdat er zaten maximum 500-600 man. Hè. En waar ze in de bot kenden die allemaal. Hè. Jos Veerman heeft dat beschreven. Een van de gebruikte was staal is 24 uur stil. Rond 19 uur werden wij met het aangezicht naar de muur geplaatst in een inham waar verschillende waterkraantjes waren aangebracht, de wasdam. In de loop van de nacht kwam de beul Weiss naar ons met de woorden: haha, hier zijn de mannen van Deurne. Eindelijk hebben we jullie te pakken en je zult er niet goed van zijn. Want gedurende gans hun verblijf daar in Breendonk werden ze alle dagen van 's morgens tot 's avonds gestampt, geslagen, afgetroefd met matrakken, met elektrische schokken door hun lichaam gehouden, hun voetzolen, slagen met lode buizen gevuld met zand. Dat geeft geen open wonden, maar ze breken alles kapot van binnen. Tijdens de nacht hoorden wij nu en dan de ijselijke kreten. We hebben zo moeten blijven staan tot zaterdagsmiddags 12 uur. Van eten en drinken was tot dan toe geen sprake. Vanaf dat ogenblik heb ik mijn twee vrienden niet meer gezien. Ik werd ondergebracht in Stube 7. In Stube 7 waren we met 41 gevangenen opgesloten. Het eten dat we kregen was redelijk goed, maar heel, heel veel te weinig. De gruwelijkste martelingen zijn ze ondergaan. Opgangen aan hun armen achterwaarts laten vallen met hun knieën op puntige blokken. En dan de gekende marteling over de leuning van de stoel. Hè, dat ze dus ja, uitrekken, echt stukken rukken bijna. Dat was ook een middel. We werden buitengejaagd in de bittere koude om te werken aan de lorrenwagentjes. Met 4 man moesten wij het wagentje volscheppen met bevroren aarde. En 4 minuten in looppas met de lorren over de brug. En dan de inhoud in het water kappen en dit de ganse dag onderslagen en stampen. Als we terug naar onze kamer moesten, dan ging dat in looppas. Dan riep Weiss, inlegen. En dan moesten wij ons op de grond laten vallen. Wee hem die naast een plas water ging liggen, waar hij volgens zijn stand tijdens dat bevel moest gaan inliggen. En daar stopte hem altijd. Hè? Daar stopte hem altijd. Dus hij dat 50 keer op de neef beginnen schraven, maar daar stopte hem altijd. Dat ging hem ook niet. Minifire. Nou zou ik zeggen, nee, bomba, vertel maar, hè, vertel maar. Ik zal het wel oppakken, ik zal het wel schuiven, maar die periode. In de loop van de oorlog komen er in Duitsland letterlijk duizenden en duizenden kampen van heel diverse soorten. Je had kampen van dwangarbeiders. Je had natuurlijk krijgsgevangenen, kampen voor soldaten van overwonnen landen. Je had de beruchte concentratiekampen en de nog beruchtere vernietigingskampen. De Joden die opgepakt werden, onder meer hier in Deurne, die kwamen terecht in Auschwitz II-Birkenau, wat het belangrijkste vernietigingskamp was. En een vernietigingskamp, daar werden mensen vernietigd. Bij aankomst onmiddellijk vergast. Of als zij in het gewone concentratiekamp dat Auschwitz ook was terechtkwamen, hadden zij nog een gemiddelde levensduur van 6 maanden. Daarnaast had je concentratiekampen. Concentratiekampen waren kampen, gevangenenkampen, waarin men terechtkwam nadat men een bepaalde straf had gekregen. Je kon in principe vrijkomen uit een concentratiekamp. Als je je straf had uitgezeten, dat is ook wel gebeurd. Maar de meeste mensen die erin zaten, en dat geldt zeker voor de Belgische verzetsmensen, zaten er eigenlijk met een levenslange gevangenisstraf. En zij werden gevangen gehouden in zeer penibele omstandigheden. De
ravitaillering, het voedselvoorziening in die kampen was zeer schaars. Er moest zeer hard gewerkt worden. Het waren kampen waar allemaal dwangarbeid moest worden verricht in barbaarse omstandigheden. De bewaking van de kampen, de Duitsers, maar ook de interne bewaking van die kampen was zeer hard. Opvallend is hier dat 17 van die agenten en officieren terechtkomen in het concentratiekamp van Gross-Rosen. Men ging ervan uit dat de politieke geaardheid van die agenten en officieren, dat dat de reden was dat ze zijn terechtgekomen in het kamp van Gross-Rosen. Belgische politieke gevangenen, dat waren allemaal NN gevangenen. Nacht op Nebel, ben je daar ooit al van gehoord? Mocht ze mee doen met ze waren. Die waren eigenlijk vrij verklaard, zal ik zo zeggen. Hitler had in december 1941 een decreet uitgevaardigd, dus eigenlijk een wet uitgevaardigd, die stelde dat een verzetsman die opgepakt werd in principe onmiddellijk en zonder enige informatie voor zijn familie kon worden gedeporteerd naar een Duits concentratiekamp om daar in nacht en nevel, het heette dan ook het Nacht- und Nebel-decreet, te verdwijnen. Zonder dat er van hem nog enig spoor zou overblijven. Bijvoorbeeld, ze werden opgesloten in barak 9. Barak 9, dat is een grote hangar. Die lagen op de grond gewoon, met een beton. Met ze slapen. En dat waren barakken voor misschien 200 man. Daar zaten ze met 1000 man in. Piegestapeld. Dus die moesten allemaal een lepeltje liggen. Hè? Weet je wel. Schuif maar aan, schuif maar aan, schuif maar aan, schuif maar aan. Hard werken en geen eten. Nee, het is die groef. Dat weet het zo, hè. Daarmee noemen ze dat ook de dode barakken, barak 9. Dat waren 752 Belgen. En tot hiertoe hebben we kunnen nagaan dat er maar 51 zijn van teruggekomen. Op tijd van 3 maanden. Ze zijn allemaal niet in Gross-Rosen overlijden, maar ze zijn er veel op transport van Gross-Rosen naar Boegewald gebleven. En dan in Boegewald zijn die naar de grote opvang richting Noord-Duitsland gegaan. Hè. In Duitse concentratiekampen zitten honderdduizenden mensen opgesloten in regimes die zeer penibel waren. Mensen leden honger, hadden veel te weinig eten, moesten zware dwangarbeid verrichten, werden vaak blootgesteld aan mishandelingen. Maar de grote sterfte in die concentratiekampen is toch vooral te situeren in de laatste maanden van de oorlog. Vanaf januari 1945 klapt Nazi-Duitsland in elkaar. De Nazi-Duitsland krimpt ook letterlijk. Vooral het Rode Leger marcheert richting Duitsland. Ook de geallieerden marcheren richting Duitsland. Daardoor moet men kampen die zich in Polen bevinden, en dat is met name het geval voor Gross-Rosen, waar zoveel Deurnenaren zijn terechtgekomen, bevindt zich in het huidige Polen. Dat kamp moet ontruimd worden. De gevangenen worden op helse transporten geplaatst. Midden in de winter moeten te voet soms honderden kilometer verder marcheren. Heel veel mensen sterven in die laatste maanden. Het is begrijpelijk dat een kamp als Gross-Rosen voor de Deurnenaars echt het symbool is geworden van hun lijden. Tijdens de rit van Gross-Rosen naar Dora, dat was dus een trein, een open wagon, wagons allemaal, waar we met heel veel mensen op zat, Opper Silesië in Polen, in de winter. Het vroos dat het kraakte. Men had zo die, kent dat wel, die grijs-blauw gestreepte gevangenisplunjes aan. Volledig ondervoed, volledig uitgemergeld moesten die mensen erop. Die treinrit heeft dus dagen geduurd en u begrijpt natuurlijk dat er heel veel mensen op die trein sterven. Grootvader die heeft zich proberen warm te houden, mee onder de lijken te kruipen, voor zich te beschermen tegen een bijtende kou. Als die trein stopte en we moesten naar de lagers gaan, dat was nog een weg van 3 tot 4 kilometer. Al wie niet mee kon, werd ter plaatse afgeschoten. Of doodgestampt, of doodgebeten. Men maakte er een sport van
voor zo vlug mogelijk en zo weinig mogelijk van die mensen in het kamp te laten aankomen. Dan, door het feit dat de Russen dichterbij kwamen, werden ze op 28 februari 1945 overgebracht naar het kamp in Nordhausen. Daar in Nordhausen gekomen was mijn grootvader fel overbeen, stond vol zweren, kon bijna niet meer staan en daar hebben ze hem dan laten liggen. Totdat ze op 12 april 1945 bevrijd werden door de Amerikanen. Natuurlijk, als ze bevrijd werden door de Amerikanen, dan waren ze natuurlijk nog niet thuis. Hè. Dus men heeft daar nog in quarantaine tijd gezeten en ze hebben grootvader gestoken bij, in een huis van een voormalige kampbewaker. Gelegd op een bed, men lag met tweeën in een bed. En men vond daar, alle dagen kwam daar een Amerikaanse dokter naartoe om te kijken wie er nog leefde of wie er dood was. En dan werden de lijken werden dan gewoon weggehaald en werden anderen erbij gestoken. Overlijden, vermist. Met het ontruimen van het kamp, dat is nog een verklaring geweest van de Jos Veerman, lag hem in het rivier. En hij kon niet meer mee. Hij schuimt helemaal op. En is daar gebleven. En dan, wat dat ermee gebeurd is, dat weet ik niet. Met de bevrijding van het kamp zelf, dat is daar de Russen geweest. Die hebben er nog een grove gevonden met een 500-tal lijken in. Dat kan hem bij me gezeten. Is er misschien nog per ongeluk mij op de camion gevlogen? Dat kan ook, maar voor ons of voor dingen in de dingen stond hem altijd in dat hem opgegeven is als vermist in Grossenhausen. Meer weten we niet van. Acht van hen mogen dit overleven, komen terug te Deurne en na een herstelperiode komen ze zelfs terug in dienst.